al die blote mannen op die boten? Een heerlijk gezicht. Ja, absoluut. Ik vind het een heerlijk gezicht. Maar het moet niet al te gek worden, want dan begin ik me een beetje te generen. En wat is dat voor u, al te gek? Nou, als ze zo'n natte veter in hun kont hebben, weet je wel. Dat vind ik wel een beetje te grijs, hoor. U, mevrouw, vindt u dat ook te gek? Nee, ik vind het wel, wel prettig om te zien. Zo'n natte veter. Er is een flinke discussie in het bestuur of blote borsten een geslachtsdeel zijn, ja of nee. De meerderheid was tegen. En de blote piemel? Dat gaat ons dus te ver, dat doen we niet. De grachtenparade was en is er niet alleen voor feest. Het is er ook voor meer zichtbaarheid. En dan heb ik het niet alleen over geslachtsdelen. De afgelopen jaren hebben we boten gezien van verschillende religies en culturen waar homoseksualiteit nog wel eens een taboe kan zijn. Nou ja, we gaan normaal zondags ook naar de kerk, dus wouden we wel meemaken om hier toch naar de kerkelijke gevoel te hebben zondagochtend. Wat vindt u, gaat dat nou samen, homofilie en christendom? Absoluut, ja, vind ik absoluut. Maar tolerantie sowieso. De eerste boot van de Canal Parade toont een schokkende foto van nog geen paar weken oud. Twee Iraanse jongens staan op het punt te worden opgehangen vanwege hun homoseksualiteit. Ik kom uit de evangelische gemeenschap. Daar heb ik het heel vaak wat teruggehoord ook. Maar ik heb ook wel de mogelijkheid gehad om met pastoors en dominees te kunnen praten van ja, maar het zit zo. En ik heb ook heel veel trouwerijen gezien waarbij de dominee ook heel duidelijk aangaf, ja, het zit hem in het geloof en je vertrouwen in. Dan het feit dat er regels die zijn opgeschreven in het boek die we zogenaamd zouden moeten naleven. Het is hoe je er zelf bij voelt. Maar wordt niet in dank afgenomen, vaak genoeg. Ik heb toevallig 2 jaar geleden op de Marokkaanse boot gedraaid als DJ. En ja, nice. Maar als ik eraan denk, word ik wel verdrietig. Omdat mijn zusje stuurde op een gegeven moment een screenshot van een Facebookgroep waar zij in zit. En er werd van veraf een foto gemaakt van de boot. En iemand had erbij gepost, oh, diegene die dit soort muziek draait, want ik draai natuurlijk Marokkaanse muziek, die moet echt dood, die moet branden. En ja, voor mijn zusje is dat heel moeilijk, want die weet dat ik dat ben. En die zijn reacties gaan lezen, wat ze nooit moeten doen natuurlijk. En die schrok er gewoon van wow, 2 jaar geleden, je wordt gewoon bedreigd. En ze zegt, ik ben zo blij dat ze niet jouw gezicht, dat het niet te zien is. En voor het eerst op de Canal Parade een Marokkaanse gayboot. De deelnemers willen hiermee de zichtbaarheid van de Marokkaanse gay scene vergroten en taboes doorbreken. Denk je nu dat er langs de kant ook veel meer Marokkanen gaan kijken? Ik hoop van wel. Ja. Ik hoop van wel. Ja. Maar ja, het is maar de vraag of ze gaan komen. Maar mijn gevoel zegt wel van, we zijn in 2014 en er begint steeds meer en meer te komen. Wat vindt u hiervan, van deze parade? Erg. Ja? Ja, er is mij niet voor gemaakt. Nee? Nee. Waarom niet? Kunt u dat uitleggen? God heeft mens geschapen, man en vrouw. En bliksem vanuit de hemel is hier neerdalen om u te stoppen dit werk nu te doen vandaag. Sterker nog, er staat soms een regenboog. Dus. Je zit echt vast tussen twee werelden in. Want je wil niet bepaalde overtuigingen die je vanuit de Hindoestaanse Surinaamse cultuur hebt, die wil je niet verloochenen. Maar je weet ook dat ze staan recht tegenover elkaar. Dus waar vind je dan precies wie ik ben binnen beide culturen? Dat is waar ik heel erg tegenaan loop. Heeft dat je wel eens beperkt? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Mijn moeder, mijn ouders die zijn oké met mijn homoseksualiteit, maar die willen wel dat ik ga trouwen. En dat ik dat op een Hindoestaanse manier ga doen. Ja. En hoe ga ik dat verkopen? Het grappige is dat over het algemeen, ik dacht een soort van in mijn gedachten op een roze wolk te leven. Dat ik altijd vooral inderdaad van witte mensen, ik ging dan op zoek op YouTube en iedereen zei, oh, ik ben uit de kast gekomen. Moeder zei, oh, ik dacht het al en het was meteen goed. Dus ik dacht van, oké, ik snap inderdaad wel van, nou, mijn ouders zijn wit, ze zijn niet gelovig. Dus op zich was het voor mij een soort van 1 plus 1 is 2. Dus ik dacht, nou, dat moet misschien wel goed komen. Maar op het moment dat er bij een serie dan twee mannen kussen, dan zette mijn vader heel snel de tv uit. En toen dacht ik opeens, wow, wacht, volgens mij gaat het, mijn hart klopt nu gewoon, dat ik overtuigd. Denk ik, voor mij gaat het volgens mij helemaal niet zo aflopen. Dus op het moment dat ik uit de kast kwam, is het op zijn zachtst gezegd ook niet zo afgelopen. Dus, maar dat betekent natuurlijk niet dat witte mensen er meer of minder last van hebben. Het is de eerste boot, de eerste Turkse boot in de geschiedenis. Dus we zijn allemaal echt ook een beetje zenuwachtig hoe het gaat aflopen. Maar
het gaat goed komen. En heb je veel reacties in je omgeving gekregen? Vinden mensen het goed of is het toch ook een beetje, moet dat nou? Ja, tuurlijk. Deze mensen zijn allemaal helemaal positief. Maar ja, altijd wel. Maar daar gaan we gewoon niet naar luisteren en we gaan gewoon onszelf laten zien. Er liggen twee vrouwen in bed, twee lesbische vrouwen. En de een heeft enorm veel zin en de ander niet. Wat heb je dan? Niemand die het weet? Nou, één pot nat. Dit is de enige lesbouwboot, heb ik begrepen. Nee, ik eigenlijk niet. Dat doen die lesbiennes die... Ja, jammer altijd. Dat altijd die mannen maar in het... In de meerderheid moeten zitten. Maar ik denk, wij brengen ons op een manier die... Daar kunnen 20 mannenboten niet tegenop. Ik wil eerlijk letterlijk zeggen, we hebben nog geen één boot gezien met vrouwen. Maar hoe komt dat nou dat er zo weinig lesbiennes aan mij doen? Er zijn ook weinig lesbo-cafés. Bijvoorbeeld als je hier al in de straat kijkt, dan heb ik het gevoel dat er meer voor mannen... In de LGBT weer het plus is dan voor vrouwen. Ik heb wel het idee dat mannen wel wat actiever zijn ook met het erop uitgaan. Flirtation, dat was echt het enige feestje voor vrouwen. Dus iedereen aaste daarop en om kaartjes te halen en om je outfit te halen. En in de hoop dat je daar iemand tegenkwam. Want dat was de enige plek waar vrouwen bij elkaar kwamen. En gaandeweg is dat wel zich meer gaan ontwikkelen. Maar nog steeds moet je zoeken ook hoor. Ik kan uw eigen man niet aan tippen. Dat kan... Ik ben lesbisch. Oh, bent u lesbisch? Oh. Oh, nou, oké. Ik was bezig met een vrouwenfeestje. En dat vrouwenfeestje was een reactie op het feit dat lesbische vrouwen altijd werden gezien als van die mannelijke vrouwen. En ik dacht, nou ja, wij zijn dat niet altijd. Yes! Ja. Ik denk pas op het moment dat ik echt in de community kwam en echt bij de niks uitging en naar de exit, dat je dan zeg maar mensen ziet, omdat ik ben best wel, ik ben een femme lesbisch, zoals ze dat noemen. Dus, en het beeld dat je ziet van lesbische vrouwen zijn gewoon stoer en die zijn... Yeah. Dus altijd als ik dat zag op tv, want dat is gewoon alles op tv, dan dacht ik, oh ja, maar dat ben ik niet. Dus, en ik denk dat daarbij... Ja, precies. Yeah. En zeg maar die link van, oh wacht, die kan ook gewoon zijn als mij en op vrouwen vallen. Dat klikte pas op het moment dat ik hier uitging. Omdat ik een andere vrouw zag, dacht, hé, wacht, dat zeker. Kan. Dus ik denk wel dat dat echt een belangrijk... Mis voor mij is dat een belangrijk onderdeel geweest. Als je zeg maar nieuw... Als even kijken naar Amsterdam. Als je nieuw in Amsterdam komt en je zit nog niet in de community, dat het dan heel lastig is om die evenementen te vinden. En dan kom je toch eerder bij zeg maar homobarren, bij mannen en dan een paar verdwaalde vrouwen. Ja. En je wilt ook nog een soort van quality, hè? En dan niet elk... feest is, nou dat is gewoon zo. Als iemand ook voor iemand, ik kan wel gaan als ik de hele dag Hola Die muziek moet horen, dan denk ik, dan is dit ook niet mijn scene.